zoals de Escape the Air, de Melkweg Paradiso, Sugar Factory, Jimmy Woo. Alleen al in het centrum zijn denk ik 40 of 50 locaties. Panama bijvoorbeeld, maar ook muziekgebouw aan het IJ. Ook Thuishaven verderop. Steeds meer loodsen doen dit jaar ook mee met ADE. En DSM-terrein, daar gaat dit jaar veel gebeuren. Onder andere een speciale ADE-camping. 140 locaties, 2200 artiesten en zo'n 365.000 bezoekers. Tijdens het Amsterdam Dance Event is de stad het epicentrum van de wereldwijde dancewereld. Je voelt helemaal niks van de druk van dat je het grootste dance-evenement ter wereld, dat je daar verantwoordelijk voor bent? Nou, toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik wel even, oei, het gaat beginnen. Maar nu, ik heb het ook echt zin om dan echt te beginnen en dan valt de last weg. Ja, alles staat en alles gaat. Ja, alles, we hebben alles op orde, denk ik. Ieder jaar is er veel nieuws te zien op het ADE. Dit jaar valt de opening van de nieuwe club onder de Adamtoren op. 700 mensen passen er in de shelter, die een 24-uursvergunning heeft. Shelter gaat dit jaar speciaal open in het kader van ADE. Wij zien ADE als één grote showcase, ook wat de stad te bieden heeft qua nachtleven. En het is altijd fantastisch om te zien dat er nieuwe initiatieven komen, zoals deze club. Nu is de deur nog dicht, hè? Want ze willen het een beetje geheim houden nog. Ja, ik ben zelf ook nog niet binnen geweest, dus ik ben benieuwd. Ik ga ook zeker zelf kijken. Kaarten voor de shelter zijn er alleen nog aan de deur, maar al verkoopt dat uit. Met in totaal 450 feesten is er genoeg te doen de komende week.